Nou, ik heb die prachtige kuiwenen, jongen. Helemaal laag op het water. Yes, oké. Onze eerste stop op onze vogeltocht. Dit is het haventje van Den Bommel op Goeree-Overflakke. En dat haventje mondt uit op het Haringvliet. Nou ja, als we zo'n haventje passeren, kijken we altijd eventjes wat hier zwemt. Want er is altijd wel iets te zien in zo'n haventje. En dat is ook vanochtend het geval. Ik zie middels de zaagbekken, een paardje. Ze zwemmen stilletjes de haven uit. Opvallend veel futen zwemmen er. En ze zijn ook al een beetje aan het balsen. Ze zijn echt wel een beetje aan het balsen, hè? Ze zijn echt wel een beetje aan het balsen. Ja, ik heb het al nooit gelezen, zag ik het al. En dat geldt al helemaal voor de kuifeenden. Een grote groep kuifeenden, mannetjes, die samen drommen om die paar vrouwtjes die hier ook rondzwemmen. En kijk naar die kuiven. En ze gooien af en toe die nek, de kop in de nek. Ze zijn echt druk aan het balsen. Altijd leuk zo'n haventje. Dus passeer die zo'n haventje. Even stoppen, even kijken wat hier rondzwemt. Een rozige zweem over dat witte lijfje. Ja. Dit is onze tweede stop op onze vogeltocht. Nou ja, hij bracht ons bij het spuikanaal van Oude Tongen. En in Oude Tongen loopt ook een spuikanaal. En daar zagen we deze grote zaagbekken. Een mannetje te herkennen aan die mooie roze witte zweem op zijn borst en op zijn lijf. En natuurlijk omringd door twee vrouwtjes die lekker aan het duiken zijn. En eentje verderop zat deze grote zilverijger. Die is lekker aan het vissen. Met een kokmeeuwtje. Een jonge kokmeeuw die toekijkt. Ja. Nee, ik al hem. Dat hij wat had? Ja. Zo, die is al in broed gemeet. Ja, joh. Volop, joh. We hebben een Spanjaard en dikke witte kokmeeuw. Nou. Ook mooi zijn de aalscholvers. Ja, die ene aalscholver die je nu ziet, die is echt al in paaikleed. In zomerkleed. Je ziet het aan die witte kop. En ze duiken daar en ze vangen daar van alles en nog wat. Maar volgens mij komen ze vooral met bladeren en met takken naar boven. Oh. Dodaar. Daar hoor ik een dodaar, ja. Prachtig. En die zaten hieronder ook. Hieronder zat ook een dodaartje. En verderop een ijsvogel. Enneke. Wel ver weg, die ijsvogel. Je ziet dat de voet allemaal naar je zomerkleed beginnen te geraken. Ja. Oh, daar hoor je hem. Ik hoor de ijsvogel. Ja. Ja, en hier op de kop van het spuikanaal bij Oude Tongen heb je een wijd uitzicht over het Krammer. Ja, hier is ook altijd wat te zien. Nou ja, er zaten wat bergeenden, wat tafeleenden, wat knobbelzwanen. Nou, hier is altijd wel wat te zien. Onze tweede stop. Op Goeree-Overflakke bij Oude Tongen. Links is er echt was, hè? Oh. Ietsje links. Onze derde stop op onze vogeltocht over de Zeeuwse eilanden. Nou ja, ook nog een beetje de Zuid-Hollandse eilanden. We staan nu bij de vogelkijkhut op de Philipsdam. En we kijken uit over het eiland en er zit zowaar een ijsvogel. Een ijsvogeltje in de verdorde vegetatie. Er zit weinig actie in. Ze zit daar gewoon minutenlang op de uitkijk. Het is een vrouwtje, dat zie je aan de snavel. De ondersnavel is oranje-rood. Daar herken je het vrouwtje aan. Mannetjes hebben soms ook wel wat rood aan de snavelbasis op de onderkant van de snavel. Maar bij de vrouwtjes is dat rood veel duidelijker aanwezig. Nou ja, toch een leuke waarneming hier vanuit die vogelkijkhut op de Philipsdam. Een ijsvogel. En dat vinden we altijd mooi om te zien. Stoppers.
mooi perspectief op geploegd land. Maar ik vind het wel mooi. Mooi club. Hoe noem je dat? Grote club Welpen. Beetje inzoomen, ja, dat is goed joh. Prachtig. Dan vindt die Patrice mooier hoor. Ja, dat snap ik. Ja. Ik een beetje die grijze. Hé, hey, hij had een watersnip. Ja, ik hoor hem. Drie watersnippen. Oh, ja, twee zie ik. Dat was hier niet. Nee, die derde is neergedoken. Ja, dat daalt hij, ik zie hem. Goh, en daar gaat alles op, hè? Zelfs de smiente. Verop. Kijk eens. Ja, dat weet ik ook niet, Jacques. Maar goed. Loopt hij? Hij loopt al heel veel tijd. Oké. Nou, dit is onze vierde stop. Op onze vogeltocht over de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Ja, we zijn op weg naar Mattenburg. In Berg op Zoom, dus in Brabant. Maar we staan nu nog op de zuidkant van het eiland Tonen. Bij de Oesterdam. En hier achter me zie je de karrevelden. En even voor die karrevelden zagen we patrijzen. Een koppeltje patrijzen. Mannetje, vrouwtje. En ze rennen door het weiland. En we hebben ze op de korrel. Ja. Waarom die scharrel hier altijd rond? Hier zit echt veel op de aarde op de patrijzen. Dat is toch echt verdomme. Ja. Wel waar dat vrouwtje is. Sjaak, als je wil, dan ga je maar op. Als je nou de deur opent en je dukt in de sloot, dan ziet hij je niet. Laat de deur maar open. Ik ben de auto uitgerold in de sloot. En kon ik prachtig door het gras heen het mannetje Patrijs fotograferen. Alleen zijn kop misschien. Je ziet op de foto hier in beeld echt dat het een mooie foto is door... Hoe noem je dat? Een beetje fluweel of hoe zeg je dat? Een beetje zacht door het gras heen gefotografeerd. Met zijn kop net boven het maaiveld. Hier in de karreveld zagen we natuurlijk nog veel meer, want het is hoogwater in de Oosterschelde. Dat betekent dat hier allerlei steltlopers komen uitrusten. Het is echt een hoogwatervluchtplaats. Ik vind het eerlijk gezegd wel een beetje rustig. We zien vooral wulpen, een grote groep wulpen. Met wat scholexters, wat bergeenden, een enkele tureluur, ook nog een snip. En ik hoor trouwens, piep, een goudplevier. Dat is een goudplevier. Oh, dus er zit hier ook, heel helder. Ja, er zit hier ook nog een goudplevier, daar gaat hij, denk ik. Of is dat de snip? Hier, hij vliegt over die. Hij vliegt over die goudplevier. Ja, een heel mooi helder geluid. Daar gaat hij, dat is hem. Ja. Wiep. Nou. Als je ze met duizend tegelijk of zo. Ja, nou dat is mooi. Goudplevieren. En ook altijd leuk, de smiente. Grote groep smiente die daar lopen te grazen. En in het water zullen rondzwemmen en af en toe een beetje bakkeleien. Ja, wat nog meer? Nou ja, aan de andere kant, even door het... Aan de andere kant van het tunneltje liepen wat schorreksters over een weiland. En met daarachter een reusachtige groep rotganzen. Dat is ook een soort gans die je hier ziet... De rotganzen overwinteren rond de Oosterschelde. En de karrevelde is een van die plekken waar je geheid rotganzen kunt zien. Nou, dit was onze vierde tussenstop. We gaan nu naar Mattenburg. Een bosgebied in de hoop dat we daar spechten gaan zien. Het is wel altijd een vruchtbaar gebied. Je stikt het altijd van de vogels. Is dat alleen maar hoog water ook? Meestal met hoogwater. Dit is onze vijfde stop op onze vogeltocht. Door Zuid-Holland, Zeeland en door Noord-Brabant, want daar zijn we nu. Maar eigenlijk is het onze zesde stop. Onze vijfde stop was in de Hogerwaardpolder. Bij Woensrecht of Hogerheide, ik weet niet precies. Een polder aan het eind van de Oesterdam. En dat is al Brabants land. En daar zagen we een grote groep kleine zwanen. Ongeveer een 200 telde Sjaker. Die kleine zwanen die fourageren daar op een maisakker waar het gras hoog opschiet. Nou,
Die hebben het daar prima naar hun zin. En twee reetjes lopen achter hen. En er landde na verloop van tijd zelfs ook nog een grote zilverreiger achter die groep zwanen. Er lopen een paar jongen bij. Die herken je aan hun wat donkerder verenkleed. Die zijn niet spierwit. Die zijn een beetje vuil bruin-grijs. Altijd goed om te zien dat er jongen tussen lopen, want dan hebben ze zich vermenigvuldigd. Na onze vijfde stop gingen we naar landgoed Mattenburg, want we wilden wel weer een specht filmen en zien. Dat viel nog niet mee. Het spechtenseizoen moet nog een beetje op gang komen. We zagen een paar grote bonte spechten. Dit is een grote bont. Ja, ik zie het als een streep. Zijn kindstreep, zeg maar. Zijn baardstreep. Zijn baardstreep, zeg maar. Ja, dit is een zuivere grote bont. Helaas geen middelste bonten. Ja, hier vloog er geen. En bij verrassing landde er ook nog een zwarte specht, hoog in een boom. We hoorden dat mooie kru, kru, kru. En toen verliet hij ons alweer. Wat zagen we hier verder nog? Een boomkruiper kroop tegen de boom op. We zagen pimpelmezen, koolmezen. Natuurlijk ook de boomklevers. Staartmeesjes vlogen voorbij. Ja, dat zijn ook wel een beetje de gebruikelijke soorten die je hier kunt zien. Het hoogtepunt was de zwarte specht. Ja, natuurlijk. Wat een machtige vogel is dat. Met die beitelkop op die relatief smalle nek. Maar het is echt een joekel van een specht. Nou ja, onze vogeltocht komt hier ten einde. Het was weer een mooie vogeldag. En we zien uit naar de volgende.